Welkom bij Iedereen kan haken. Ik heb vandaag deze leuke bolletjes muts gehaakt. Ik ben er heel blij mee. Ik wil het ook heel graag aan jullie laten zien hoe ik die muts heb gehaakt. Want ja, het is echt voor beginners ook te doen. Je moet gewoon even kijken, een beetje oefenen met die bolletjes. Het is een hele mooie brede rand. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog, abonneren, op de foto klikken en dan komt het helemaal goed met jullie. Ik moet zeggen, ik moet ook wel eens wat uithalen, maar ja, over het algemeen heb ik echt heel veel plezier van heel veel dingen die ik gemaakt heb. En ik gebruik het gewoon zelf. En ja, je kan het ook weggeven. Maar ga lekker haken. Lekker kijken. Kijk de hele video af. Dat is heel belangrijk. Want er komen toch elke keer af en toe nieuwe dingetjes binnen. En dan zou ik zeggen. Ga lekker beginnen met deze leuke bolletjesmuts. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt nodig om de muts te maken een stopnaald, een schaar, een haaknaald nummer 6 voor de boord en een haaknaald nummer 9 voor de muts zelf. Ik heb gebruikt de Julia wol, Julia Shiny, maar hij hoeft niet altijd als je zegt ja, ik heb een geen wol met een glittertje is het ook goed. Hier zit op. Kijken of je het goed kan zien. Hier staat het 100 gram en 160 meter. Deze wordt eigenlijk gehaakt hier op 5,5 tot 6 gebreid. Nee, ik heb het over haken. Dit is haaknaald 4 tot 5. Ik heb gewoon haaknaald nummer 6 voor de boord gebruikt. En haaknaald 9 voor de muts zelf. Kijk eens hoe leuk dat die boord. Ja, zo begint het eigenlijk. Dus we gaan gauw beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt ook nog nodig 1 centimeter, want die boord, die lengte natuurlijk, die moet zo om je hoofd heen passen, dus dat je hem echt zo lang maakt zoals dat hij om je hoofd heen past. En dan haak je hem jouw hoofdomtrek en je zet hem eigenlijk gewoon zo om je hoofd heen, zodat hij echt past. En ik heb de afmetingen even opgezocht. De omtrek van de muts voor vrouwen, de hoofdomvang is 56 en de omtrek is 51 centimeter en voor mannen is die 58,5 is de hoofdomvang en de omtrek van de muts is dan 53,5 centimeter, maar voor vrouwen is die 51 centimeter. Ik zal deze afmetingen nog eventjes in het filmpje zetten, zodat je echt die afmetingen ziet hoe lang dat jouw boord moet worden. En dan zal ik even kijken voor vrouwen 51 centimeter is dus 51 centimeter en dat is 20 inch. Dus 20 inch of 51 centimeter is voor een vrouw. Ik heb de breedte is 8 centimeter en dat is 3 inch en dan bedoel ik eigenlijk mee van ja de breedte, hoe hoog eigenlijk die boord is voordat je die muts gaat maken. En dan gaan we die boord hier sluiten en dat doen we dadelijk, dat doe ik dadelijk even lekker met jullie voor, maar we gaan gewoon eens even beginnen, eventjes alles opzij leggen.
met de muts. Met de Julia Shiny heb ik hem gemaakt. Maar ja, als je een beetje deze dikte wol aanhoudt, dan kan je ook alles gebruiken voor een muts, hè. Alle soorten wol. Maar deze is net iets dikker dan de Royal. En anders pak je een dubbele draad Royal, dat kan ook natuurlijk. En voor deze boord, want die is echt heel leuk hoe ik die gemaakt heb. Zie je, die geeft hele mooie ribbeltjes en ik heb dit nog nooit echt uitgelegd op mijn YouTube kanaal. Maar deze is dus eigenlijk in de breedte gemaakt en toen heb ik die lengte gehaakt, die lengte van jouw hoofdomtrek, die je zo dan zeg maar straks sluit. En we beginnen dus hier met 11 lossen op te zetten en het zijn 10 steken, dus die ene losse is je begin losse en dan zijn het allemaal vaste en ik steek ze dus in de achterste lus in. Dus we beginnen met 11 losse steken op te zetten. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Je begint met een opzetlus. Ik weet niet of ik het eigenlijk voor heb gedaan, maar dan beginnen we toch gewoon even opnieuw. Want ik wil dat iedere beginner ook een muts kan haken. Ik pak eigenlijk met mijn vinger en ik draai die draad en dan ligt die hier nu aan de achterkant, de korte kant. En dan maakt het eigenlijk niet uit, maar je pakt dus met je vingers die draad op en dan trek je door en dan heb je een opzetlus. Trek je een beetje aan die korte draad, je steekt je haaknaald erin en we beginnen met 11 lossen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kijk, dit is je begin van de boord. En dan gaan we insteken. Niet in deze eerste, want die eerste is de. Dit is de losse steek. We beginnen hierin te steken. In die tweede steek. Met een 1 vaste. En we maken nu 10 vaste. Dus dit is 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dus je moet iedere keer in de gaten houden dat je 10 vaste steken maakt. En om de toer te keren maak je eerst 1 losse. En je begint natuurlijk met haaknaald nummer 6. 1 losse. Als je de losse gedaan hebt, dan keren we het werk. Dus je draait echt je werk als een blaadje. En dan heb je hier die begindraad weer aan de rechtse kant. En dan gaan we nu niet in de gewone steek insteken, maar in de achterste lus. Dus in de achterste lus gaan we insteken. En dan krijg je ook die mooie ribbel, kijk, die ribbel van die boord, doordat je in de achterste lus insteekt. En dan moet je natuurlijk weer 10 steken hebben, 10 vaste. Dit is 1, de
achterste lus. Normaal ga je gewoon in de steek, maar nu pak je dus de achterste lus. En dit is 2 en 3 en 4 en allemaal vaste en 5 en 6 en insteek 7 en insteek is 8 en insteek is 9 en de laatste steek is 10. En dan krijg je dus die mooie ribbel. Je gaat het werk weer keren met 1 losse en je keert het werk en je gaat hier in die eerste steek, hier steek je in en dan pak je weer de achterste lus en je maakt een vaste. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en de laatste steek. En omdat die altijd, de laatste steek is altijd lastig, maar dan pak ik altijd het haakje. Dan doe ik niet eigenlijk met die botte punt, het kan wel hoor, maar dan pak ik het haakje wel eens zo en dan draai ik mijn draad. Dus de laatste steek, als die te lastig is, dan pak ik het haakje en dan pak ik zo mijn draad op door 1 en omslaan door 2 en we draaien het werk weer met 1 losse. En zo maak je die hele lengte zoals je ja, zoals ik het eigenlijk al heb uitgelegd, welke lengte, die maak je helemaal zo af, maar je blijft wel tot 10 tellen, dat je dus wel de gelijke breedte aanhoudt. En op het einde, als je je lengte hebt voor je muts, je past hem gewoon een paar keer en je houdt niet je hoofdomtrek aan, maar je houdt de omtrek van de muts aan, zoals het uitgelegd is, of zoals het hiervoor heb ik een documentje erin geplakt om te laten zien hoeveel centimeter, maar blijf hem gewoon lekker passen en dan gaan we hem dadelijk mooi dicht maken, dus gewoon zo op elkaar en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Als je hebt doorgehaakt tot de lengte van 51 centimeter of 20 inch, maar blijf hem passen hoor, want ieder hoofd is natuurlijk toch anders, dan gaan we natuurlijk de band sluiten, dus je pakt de uiteinden en je houdt ze zo tegen elkaar en dan gaan we hier dus die uiteinden aan elkaar haken. Dus dit is de boord, je zorgt dat die niet gedraaid is, je pakt de uiteinden tegen elkaar en dan gaan we ze met eigenlijk gewoon vaste weer aan elkaar haken en dan zorg je even dat je draad goed ligt en dan pak je de steken, je legt het echt goed tegen elkaar zodat je echt allebei de zijden 10 steken hebt. Zie je dat je hier die mooie veetjes ziet van die steken als je dus de haarband tegen elkaar aangelegd hebt, dan ga je eerst even met een halve vaste zorgen dat die, kijk dit is de, je laat de draad aan je werk zitten, je gaat er eerst de eerste steek pakken en dan haal je hem even door 2 lussen, dus een halve vaste en dan ga je netjes die steken op elkaar leggen en dan gaan we
nog vastmaken hier, de eerste steek door die andere ook heen. Dus nu pak je wel twee lussen. Dan haal je door, je slaat om door 2. Je steekt in, je pakt de band van de andere, dus dan pak je ook die steek. Je haalt door, omslaan door 2. Insteken. En als het goed is, zit je ook meteen in de tweede steek. Omslaan door 2. Insteken. En ook de andere steek pakken van de band. En zo maak je de band vast. En op het laatst. En altijd een beetje lastig hoor, die laatste steken, die zijn moeilijk te pakken. En wil je hem nog vaster hebben, dan pak je nog even één puntje en hier nog een puntje, zodat hij goed vast zit. Zo. En dan laat je de draad eraan zitten, want dan gaan we nu aan de muts beginnen. Kijk, natuurlijk wordt deze rand, dat is de binnenkant van je muts. Kijk, en zo, ja, zo kan je eigenlijk iedere muts maken die je wil hoor, maar ik denk ik leg hem nu helemaal totaal uit hoe je muts maakt. En dan, ja, dan kan je gewoon al je bolletjes wol opmaken en mutsen gaan haken. Maar we gaan nu aan de bolletjes muts beginnen en ik leg ook uit hoe hoog dat je dan die muts gaat maken, want nu gaan we natuurlijk, je hebt hier die draad eraan gaan laten zitten en nu gaan we de bolletjes haken en dan haken we hem wel aan de goede kant, dus dan draai je hem zo dat je wel weer aan de goede kant aan het haken bent. Hops. Maar ik zie je zo weer terug, tot zo. Ik heb gezegd dat je haaknaald 6 nodig had en haaknaald 9, maar ik merk nu dat haaknaald 9 wel erg grote bolletjes worden en dan wordt die bolletjesmuts echt niet echt mooier van. Maar je steekt dus, we blijven dus met haaknaald nummer 6 en dan ga ik even uitproberen hoe dat werkt. Kijk, ik kreeg echt te grote gaten bij mijn bolletjes, dus ja, even kijken of ik dit nog even weg kan werken. Dus we houden de draad gewoon aan de haaknaald bij haaknaald nummer 6. We beginnen met 1 losse en dan ga ik eerst een rand met vaste haken. Dus de eerste opening een vaste en dan in die volgende opening een vaste. Dus we gaan eerst 1 hele rand vast haken, zodat we, ja, daar dadelijk de bolletjes op kunnen haken. En ik had gewoon een, soms dan is een haaknaald net het verschil dat het, ja, niet mooi wordt. Dus ja, met die haaknaald 9 zoals ik gedacht had, dat werd echt ja, te grof en dan, ja, waait ook alles door je muts heen en dat wil je ook niet. Dus we gaan nu eerst eens een rand vaste haken. Je hebt zeg maar een gewone steek en je hebt een steek in een grotere opening, maar je pakt gewoon iedere steek die je ziet. En zo doe je de eerste toer alleen maar vaste en dan krijg je een mooie vaste rand en daar kan je dus, daar gaan we dadelijk de bolletjes op haken. En dan zie ik je zo weer terug, tot zo. Als je de hele toer met vaste gehaakt hebt, dan sluit je de toer met een halve vaste
En dan kunnen we nu aan de bolletjes beginnen. En we beginnen met 2 losse. 1, 2. En dan gaan we in die eerste steek, we gaan omslaan. En dan gaan we 4 keer in die eerste steek eigenlijk je draad ophalen. Dus in die eerste steek gaan we 4 keer draad ophalen. 1. En dan trek je een beetje aan je haaknaald, zodat die even hoog is als je losse. Dus is 1, omslaan, draad ophalen, 2, omslaan, insteken, draad ophalen, 3, omslaan, insteken, draad ophalen, en dat is 4. En dan als het goed is heb je 9 lussen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus 8 is 4 keer 2 is 8 plus het begin is 9. Dan sla je nog een keer om en dan ga je door alle lussen heen. Kijk, dan sluit je echt het bolletje. Omslaan. En dan sluit je helemaal de steek, zodat alles vast zit. Zo. En dan krijg je hier een bolletje en dat wordt dan dadelijk je muts. Je slaat 1 steek over en in die volgende steek gaan we weer precies hetzelfde doen. We gaan 4 keer insteken. Je steekt in, je haalt je draad op en je blijft een beetje zo dat die hoogte erin blijft. Dus dat doe je 1 keer, 2 keer, omslaan, draad ophalen, 3, omslaan, insteken, draad ophalen, dat was 4. Heb je 7 steken of lussen op je haaknaald, je slaat om en je gaat door alle lussen en dan trek je een beetje aan je draad en je slaat om en je sluit het bolletje. Zie je dat je dan hele mooie bolletjes krijgt? Je slaat 1 steek over, dus die sla je over en in deze steek ga je weer je draad ophalen, je houdt hem een beetje losjes, omslaan, dit is de tweede keer, omslaan, dit is de derde keer, omslaan, dit is de vierde keer. Dan heb je 7 losse lussen. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry, 9. Omslaan en door alle 9 lussen omslaan en je sluit de steekjes, trekt even een beetje aan de draad en dan sluit je mooi het bolletje en dan krijg je echt hele mooie bolletjes. Dan gaan we 1 steek overslaan, eentje overslaan en dan gaan we in die volgende weer een bolletje maken. We halen de draad op, 1, 2, 3, 4, omslaan door alle 9 lussen, omslaan, trek een beetje eraan zodat het echt een bolletje wordt en je sluit de steek. Je slaat 1 steek over en je gaat in de volgende steek weer 4 keer je draad ophalen. 1, 2, 3, 4, omslaan en door alle lussen omslaan, een beetje je draad aantrekken en de steek sluiten. En zo ga je helemaal door tot je de hele toer af hebt en dan ben je aan het begin hier. Hier dan zie ik je weer terug, dan ga je zo helemaal rond. Dus dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde bijna van de toer. Je slaat 1 steek over en we doen het laatste bolletje maken.
en we gaan de toer sluiten met een halve vaste. Ik ga gewoon hierin, ik haal de draad op en ik sluit de toer. Kijk hoe mooi die bolletjes allemaal. Ja, het is echt wel heel leuk om te doen. Nou, dan gaan we aan de nieuwe toer beginnen. En we beginnen met 2 lossen. Kijk, heb ik nog 2 lossen. 1, 2. En dan ga ik hier beginnen met het nieuwe bolletje. Dus je slaat om en 4 keer insteken. 2, 3, 4. En je gaat door je bolletje en je slaat om en je sluit je bolletje. Zie je? En dan heb je hier dus die begin lossen, 3 lossen. En dan heb je hier dus je eerste bolletje in de tweede toer van de bolletjes. En dan gaan we eigenlijk de hele toer weer herhalen. Maar dan gaan we in de openingen werken. Dus je slaat deze over en je gaat in deze opening werken. Je kan ervoor kiezen om de steek te pakken. En je kan ervoor kiezen om in de opening je bolletje te maken. Ik kies ervoor om in de opening het bolletje te maken. Dus gewoon in de grote opening. En daar doe je weer een heel mooi bolletje maken. Dit is 1, 2, 3, 4. Omslaan en je maakt je bolletje. En je slaat nog, je gaat nog een keer het bolletje dicht maken. Ja, en dit is dus de tweede toer. Dus je gaat die toer afmaken met bolletjes 1, 2, 3, 4. Gaat het te snel? Zet de afspeelsnelheid lekker langzaam en dan even oefenen. En dan gaan we verder tot eigenlijk hier het einde. En dan sluiten we weer de toer en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Er is ook een patroon van de bolletjesmuts waar je alles lekker op je gemak na kan lezen. Deze kan je bestellen bij iedereenkanhaken@hotmail.com of via messenger berichtje. En dan heb je eigenlijk wel alles bij de hand om een hele leuke bolletjesmuts te haken. Dan gaan we gauw verder. Tot zo! We hebben weer doorgeraakt met, gehaakt met de tweede rij bolletjes. En ja, als je goed eigenlijk iedere keer tot 4 telt en goed even de hoogte van het bolletje aanhoudt, ja, dan ben je zo heel ver met de muts. En ik heb een indicatie van de centimeters, hoe hoog dat je nu je muts haakt, want je haakt nu dadelijk gewoon helemaal recht omhoog, dus je sluit nog de toer en ik sluit hem gewoon hier in die opening en ik haal mijn draad op en ik haal hem door de lus. En dan begin ik weer iedere toer met 2 lossen. Dus je gaat die hele toer nu opnieuw beginnen en nu begin je, even kijken, met het bolletje hierboven weer. Dus je wisselt het af, je begint de ene keer in de toer in deze opening en de andere keer begin je in deze opening, zodat je bolletjes van toer 1 weer in toer 3 komen en van toer 2 weer in toer 4. Dus zo krijg je het gelijkmatig en dan kom je ook weer uit hier op het einde van de toer en dan zet je weer het bolletje op het laatste openingetje en dan krijg je dus mooi die afwisseling in die bolletjes. Ja, het wordt echt leuk. Ik heb hem al
een paar keer gepast, want dat moet je natuurlijk ook altijd even doen, even goed passen. En dan gaan we nu de hoogte in, en dit zijn ja indicatie afmetingen zoals ik het net zei. Het is ook afhankelijk hoe wil jij jouw muts dragen, dus wil jij een lange muts achter of een kort mutsje. Maar voor kinderen is het 14 centimeter naar omhoog de bolletjes haken, voor vrouwen 16 centimeter en voor mannen 18 centimeter. En als we op het einde zijn van die ik ga 16 centimeter haken, ja, dan zie ik je weer terug. Er is ook een patroon van, volgens mij heb ik het al verteld, maar er is een patroon van de bolletjesmuts, en dan kan je het ook weer nalezen. Die kan je bestellen via iedereenkanhaken@hotmail.com of via Messenger. Dat gaat ook heel snel, hoor, met een tikkie. Dat is zo, ja, dat gaat heel snel. Maar goed, ga de afmeting haken en dan gaan we dadelijk minderen. En dan zie ik je straks weer terug. Tot zo! Als je hebt doorgehaakt tot de gewenste hoogte, ik had 16 centimeter. Kijk, dan krijg je dit als resultaat. Het is echt, door de Julia wol is het ook echt een hele mooie, ja, hoe moet ik zeggen, verhouding tussen de steek en de wol. Kijk, je kan natuurlijk met de Royal of met ander garen die op een gegeven moment die dikte heeft haken, maar ik vind de Julia wol met haaknaald nummer 6 het beste in verhouding met de bolletjes. En dan heb ik 16 centimeter gewoon helemaal recht omhoog gehaakt. Dus je begint iedere toer met twee lossen en je haakt die bolletjessteek of de puff stitch, zo wordt die ook wel genoemd. Heel vaak zie ik die steek met even nadenken 7 draadjes, dus 7 lussen op je haaknaald, maar dan, ja, dan vind ik de bolletjes of de puffsteek niet zo mooi. Ik vind hem dus als je 4 keer insteekt gewoon het mooiste. En ja, ik heb het ook uitgeprobeerd en ja, dit wordt dan echt een hele mooie, lekkere, warme muts. En ik moet zeggen, ik vind ook de boord heel goed gelukt, en zeker ook omdat we 10 losse plus 1 hebben opgezet en het randje met de vaste. Maar we gaan nu beginnen met minderen. En we beginnen dus weer met 2 lossen. 1, 2. Ik zet heel even de camera goed. 2. En doordat we gaan minderen, krijg je natuurlijk die bolling van de muts. En het minderen is eigenlijk heel makkelijk, omdat de puffsteek of de bolletjessteek dus door 9 lussen gehaald wordt, begin je nu met hier 2 en hier 2 lussen te maken. Dus je slaat om, je haalt weer je draad op en je trekt op, en ja, je zorgt wel dat je die lengte gewoon goed krijgt. Dit is 1, dan doe je dit nog een keer, 2 keer je draad ophalen. En dan ga je naar de volgende opening, want ja, nu ga je minderen. Dus je pakt de volgende opening, je slaat om, je haalt je draad op en je zorgt ook dat die lekker hoog blijft, en je slaat nog een keer om. Dus hier heb je nu 2 keer ingestoken en je draad opgehaald, en in de andere steek. En dan sla je om en je haalt door alle 9 lussen. Omslaan en je sluit hem met een halve vaste. Zie je? Dan heb je dus de puffsteek, hetzelfde eigenlijk, maar dan geminderd. En dat doe je in iedere steek eigenlijk. Ik zit te denken, we hebben deze dus gehad, deze 2. En dan gaan we nu in deze 2. Dus je slaat, die gaat in deze. De volgende opening, dan ga je weer 2 keer je draad ophalen, 2, en dan pak je de volgende, 1, 2, en je haalt weer door alle lussen,
En je trekt ook goed aan je draad en je haalt hem met een halve vaste door. En dan heb je weer één steek. Kijk, dan maak je gewoon van twee steken één steek. Dit is je mindering. Dus zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het eind hier bij de volgende toer, daar zie ik je weer terug. Tot zo! We beginnen de mindering met 2 lossen, dus het begin van de toer met 2 lossen. En dan gaan we een half bolletje in de eerste opening maken en een half bolletje in de tweede. Een half in de eerste en een half in de tweede. Omslaan, draad ophalen, omslaan en de draad ophalen. En dan pakken we de volgende. Draad ophalen. Draad ophalen, omslaan en door alle 9 de lussen en je sluit hem met de halve vaste. Dan ga je naar die volgende opening en deze, dus je doet weer insteken, je haalt je draad op, omslaan, insteken, draad ophalen, dus dat is 2 keer en dan pak je de volgende opening, omslaan, insteken, draad ophalen, hoog trekken, omslaan, insteken, draad ophalen, hoog trekken, omslaan en door alle 9 lussen, omslaan en door 1. Zie je? Dan ga je echt die bolling in de muts maken. Dan ga je weer naar die volgende opening en deze. Daar ga je weer een bolletje maken. 1. Oh, ik zit even niet goed in de wol, maar dat kan gebeuren. Dan ik haal het altijd gewoon los en dan begin ik gewoon rustig weer opnieuw. Dus deze en deze, omslaan, insteken, draad ophalen, hoog trekken, omslaan, insteken, draad ophalen, hoog trekken en dan naar de volgende. Daar doe je hetzelfde. En omslaan en door alle 9 de lussen, omslaan en een halve vaste. Nou, dit is dus de mindering en ik zie je op het einde van de toer, daar zie ik je weer terug. Tot zo. Als je nu op het einde komt en je komt eigenlijk niet uit, want hier heb je maar 1 opening totdat je het einde van je toer hebt, dan maak je gewoon hier 1 gewoon bolletje in. Zo, en dan sluit je de toer met een halve vaste. Ik heb dit eventjes snel voorgedaan, maar het is duidelijk hoe je die mindering doet, hè? Dat je dus 1 bolletje eigenlijk in 2 openingen gaat doen. Zo ga je eigenlijk helemaal verder, dus je begint weer met 2 lossen en dan ga je weer in deze opening en in deze opening 2 keer de draad ophalen en in de volgende opening 1 2, omslaan en door alle 9 de lussen, omslaan en door 1 lusje. En zo ga je weer deze toer afmaken en dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik ben nu op het einde van de toer, de tweede toer met de mindering, en je ziet dat ik hier de laatste opening eigenlijk 1 bolletje heb gemaakt, maar ik zie dat ik er hier natuurlijk nog een halve kan haken, dus ik ga deze even uithalen en dan ga ik toch, dan kies ik ervoor om hier 2 keer op te halen en in om het bolletje heen 2 keer, dus dat kan ook 1 2, en om het bolletje heen 1 2, omslaan en door
alle 9 de lussen en we sluiten het bolletje met een halve vaste. Zo, en we sluiten nu de toer hierin. Je haalt de draad op en door de lus. En je begint de volgende toer weer met 2 lossen. Kijk, en dan zie je dat je nog maar een heel klein openingetje hebt hier. En je kan ervoor kiezen om er vaste in te maken, maar ik ga gewoon door met bolletjes haken. Dat vind ik het leukste. Het is tenslotte een bolletjes muts. En dan gaan we weer nog 1 toer minderen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik ben nu op het einde van 3 toeren minderen en je ziet dat ik nu dus echt maar een heel klein openingetje overhoud en ik moet echt even zoeken. Oh ja, hier is mijn begintoer en ik heb hier de laatste mindering gedaan en dan ga ik dus de toer sluiten. Dus ik heb 3 keer geminderd en ik haal eventjes de draad door, dus ik heb de toer nu gesloten. Ik trek nu eigenlijk heel lang aan de draad. Ja, dat je een lange draad hebt. Sorry hoor voor de herrie, ik liet mijn haaknaald vallen. En ik ga hem afknippen. Ik knip de draad af. Zo. Ik moet zeggen, dit schaartje heb ik bij AliExpress besteld. Ja, en dat is ook zo schattig, dat schaartje. Het duurt even voordat je het binnen hebt, maar ja, dan heb je ook echt een heel mooi schaartje. Kijk, dit is echt de vorm van een vogel. Nou, dan trek je dus die draad helemaal door. Want dit is je kleine opening, heb je hier nog. Je draad trek je gewoon lekker even helemaal door. En dan ga je met de stopnaald, ik heb al een erg lange draad, maar dat maakt niet uit. Dan pak je je stopnaald en dan ga je die draad door je stopnaald. En dan gaan we dit kleine openingetje eigenlijk dicht maken. Je gaat er gewoon met je stopnaald en je draad doorheen. Zodat de opening goed dicht is, dan sluit je hem eigenlijk even nog 1 keer door een lusje. En je zorgt dan dat je draad door het lusje is. En dan trek je goed aan je draad zodat hij goed stevig vast zit. En dan doe je je stopnaald door het midden naar de verkeerde kant en dan haal je je stopnaald hierdoor. En je kan het beste die draad lekker laten zitten. Zo, trek hem even goed aan. Ik zal even de camera iets hoger leggen. Zo. En je laat die draad er lekker aan zitten, want dan kan je hier nog een hele leuke pompon aanmaken of een ja, zo'n flosje of wat je wil. En nou, dan is je muts eigenlijk klaar. Het is echt heel leuk om te doen. Het garen glittert aan alle kanten, dus het is echt mooi als 's avonds als je die muts aan hebt en het licht valt erop. Dus dit is de bolletjesmuts. Ik zou zeggen heel veel haakplezier. Dus ja, je kan je draad afwerken of er een leuke pompon aanmaken, wat jij wil, maar geniet van deze uitleg. En ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, abonneer hier op mijn foto klikken en de duimpjes omhoog, daar ben ik ook altijd heel blij mee. Heb je vragen, ja, stuur ze mij, want dan kan ik ze beantwoorden en ik zie je zo weer terug. Dankjewel en tot ziens en tot de volgende video.